Marks van INT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Spoor. Vorige keer ging beter dan verwacht op zich. Behalve dat Groen nu nog meer boos is. Dus we moeten waarschijnlijk Groen even een hele leger gaan vormen. Oké, die rode die mag deze specerij wel hebben. Ik ga in ieder geval met boter. Ik kan in ieder geval nog heel wat boter erbij fixen. Nou ja, dit lijkt me nu nog even genoeg. Dan ga ik naar deze stad toe, want ik moet vliegtuigen hebben. Ik ga ook blauw even helpen. Nou, ik denk dat dat toch wel even genoeg is. Ik zie ook dat er weer groene aankomt. Ik kan waarschijnlijk hier toch niks meer bouwen, dus waarom moeite doen? Want ik wil wel weer een vliegtuig aan. Ja. Laten we die stad maar eens proberen in te nemen. Want het gaat nu al redelijk. De stad innemen, hij is al voor ons. Ik wil jou even kapot maken. Ja, die groene legers die kunnen me nu even helemaal niks schelen. Simpel gezegd, deze stad wordt heel makkelijk voor ons. Laat ik maar even de statiebom daarin gooien. Zodat ze even niks kunnen doen. Ja, komt ie. En die stad is van ons. Oké, deze stad is nu ook van ons. Militaire stad. Als je deze specialiteit behoudt, kun je militaire voertuigen bouwen. Oh. Zou ik een militaire stad gaan maken? Ja, ik wil een militaire stad hebben. Oké, wat ik even ga doen. Even kijken. Twee fabrieken. Nou, eentje vind ik wel genoeg. Dan kan ik daar nog even een huis neerzetten. Ik zou toch zeggen dat je hier iets kunt neerzetten, maar nee hoor. Want hier staat niks. Die decoratieve spulletjes hoef ik niet.
ik wel ga bouwen is nog wat extra geweren. Mooi. Oh, wat ga jij doen? Laat ik maar even wat kunst neerzetten dan. Ja, ik kan nu een militair landvoertuig en een militair zeevoertuig maken. Nou, laat ik dat maar eens dan even gaan doen. Oké. Beetje mooi model. Dit lijkt me wel goed. Oké. Extra gezondheid. Karrewiel, wauw. Dat zijn wel hele andere dingen. Ja, oké. Okay. Tolknaller. Deze dingen zijn wel goed. Oeh. Eentje in de lucht. Nee. Ik ga ook gewoon militaire dingen nemen. Ik kan nog wel wat meer erbij opbouwen. Oorlogsmisdaad. Oké, laat ik hem nog even een mooi kleurtje geven. Beetje zoiets. Wat is een goede naam voor dit? Destroyer 1.0. 1. Oké. Okay. Ga ik ook gelijk even een zeevoertuig fixen? Yo-ho-ho, boot, oké. Okay. Dit heeft wel meer gezondheid. Laat ik gewoon hier achterop doen. En ook nog even. Er is ook een kunst op de voorkant, zo van. What's the fuck with me? Oh, dit ziet er chill uit. Van die krachtige dingen erop. Deze mogen nog wel iets hoger, denk ik. Want ik ga gewoon nu ook steden innemen met militaire. Ja. Van boten, schepen. Dat soort dingen. En dit doen we de Destroyer 2. Echt origineel ben ik, hè? Ja, dat vond ik ook al. Ja, een beetje dezelfde kleur. Oké. Okay. Oké, okay, daar komt ie. Ha
Ik heb geen ruimte meer. Wat is deze? Oké, dan nog even de bot bij. Van die raketten komen erop af. Zo van, wee. We moeten ook nog wat landvoertuigen hebben zo. Kijk, jou ook maar even meenemen. Ja, boom! Door een vlieg. Weer nog een vliegtuig. Ja, weer nog een vliegtuig. Ze willen het proberen, maar het lukt niet. Oh, ik zie een bootje aankomen. Rijstmeerhuis, oké. Okay. Oh, vliegtuig. Verdediging is al wel heel goed. Zo. Af van die sirenes. Oh, ik dacht al. Nou ja, laten we deze stad er maar eens even op. Wat? Hier is gewoon nog een dorpje. Wauw. Onbereikbaar. Die moet ik even allemaal weer terugkomen, want ik moet allemaal lachtvliegtuigen hebben. Mr. Jerk. Alle religieuze dingen die mogen allemaal gaan staan. Het blauwe nazi. Why not? De kayak. Neskablam. Never mind. Zo, nu sowieso. Man, die verkoudheid is irritant. Maar als we deze stad in hebben genomen, hebben we genoeg voor vliegtuigen. En, oh, dat wordt leuk. Oké, maar ze zijn wel heel sterk. Vooral met de kunst die vliegtuig. Oké, dat is een gun minder. Het zou even chill zijn als je die vliegtuigen kon raken. Hè? Zoals dat. Oh, dit gaat positief. Kijk, hoe meer landvoertuig, hoe beter. Des te beter.
Ja, zet die sirenes maar even aan, ja. Wat doet dit dan? Laat ik dat maar even met rood doen. Dan kan ik een betere relatie oprichten met hem. Woehoe! Incoming! Wat is dit dan voor een hypnotiserende shit? Nou ja, het werkt. What the fuck? Nou ja, positief. Dit is dan goed tegen andere enemies voertuigen. Okay, het ziet er uit dat de kunst wel een beetje kapot gaan. Wanneer alle kunst kapot zijn, is er gewoon geen kans voor hun meer. Oh, daar komt een L-vliegtuigje aan. Die denkt dat hij nog wat kan doen. Nope. Ja, boom. Wat ze ook afschieten, dat is echt zo'n hele val uit. Weer een huis. Echt alles op één gebouw. Komen ze weer aan met een vliegtuig? Wat proberen ze daarmee te doen? Ze zijn gewoon puur hun geld aan het verspillen. Ik heb gewoon te veel geld. Ik kan bijna weer die diplomatisch weer gebruiken. Deze zat wat van mij. Er staat ook nog maar één beschuttingskoepel, hè? Dat is gewoon een kapdoek. Gewoon nog een drie hier. Even weer wat meer auto's fixen. Stad innemen. Wauw, komen ze weer aanzetten met een auto. Eaglestad viert feest. Oké. Beste naam die ik ooit heb gegeven, hè. Oh yes, ik kan weer relatie even opbouwen. Wait. Ooh, spooky. Deze stad valt wel zo goed als van ons. Ik hoop dat er nog één auto zit. Wie het toch nog probeert om ons aan te vallen. Oh, nog één beschuttingskoepel, die heb ik niet gezien.
Oké, okay, Modernazi heeft nog een groene stap overgenomen. Dat is mooi. Deze stad wordt overduidelijk van ons. Dat is hun enige stad nog. En dan was het eerst nog een gigantische bedreiging omdat ze vliegtuigen hadden. Nop. Ik heb ze daar, vliegtuigen. Goed, weer meer auto's fixen. Of we toch maar 1000 per stuk. Nou. Ik denk dat ik hierna wel rood ga aanvallen. Denk ik. Is nog een kapot. Is goed, is wel maar één gebouw over. Oh. Prima. Alles op de rest. Boom. Groen is bye bye. Je hebt deze militaire stad met militaire middelen veroverd. Het blijft een militaire stad. Klik. Speelgoedvliegtuig hier. Wauw. Fijn. Het gaat te snel. Gelukt. Zelfs dat machtige wind oorzaakt nu aan onze technologie. De luchtschoorsteen, de vortexbuis maken het je mogelijk om voertuigen te bouwen die kilometers boven het oppervlak van onze planeet zweven en draaien. Ja, ja. Kan ik eigenlijk vliegtuigen fixen? En wat is dit? Met deze vaardigheid worden entertainmentgebouwen en geschutkoepels gesloten, wat leidt tot droefheid. Oeh. Maar ik ga het niet meer militair waarschijnlijk gebruiken. Sinds dat ik me alleen nog wel focus op de andere steden, die natuurlijk allemaal meer religieus zijn. En ik ben niet echt zo'n agressief iemand. Even kijken, kunnen we nu die... Yes. Laten we deze nog even gaan maken. Oké. Okay. Luchtblazer. Ja, dit ziet er nog wel eigenlijk goed uit. Beetje. En dan... Dat vliegt. It flies. No. Oké, voor de lucht natuurlijk. Laat ik iets episch doen. Een ramjet, ja, die ga ik doen. Ja, zoiets. Wat heeft de meeste kracht? Dit. Echt gewoon aan de onderkant. Laat ik die dingen gewoon doen. Toch doen. En deze er bovenop. Poep. Nog een mooi kleurtje. De flying seagull.
The flying seagull is born. Maar ik ga nu de aflevering wel weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like. Abonneer op mijn kanaal. Zie ik de volgende keer weer. Later.